Welkom bij het videoverslag van de finale van het Nederlands kampioenschap voortgezet onderwijs. 18 teams, verdeeld over 3 categorieën, streden op chess.com om het kampioenschap. Van elke categorie zal ik een paar interessante fragmenten laten zien. Dit is een partij van Cato de Zoete met wit van het Stedelijk Gymnasium Leiden tegen Lucas. En zij slaat hier sterk toe met een schijnoffer. Paard slaat f7. Natuurlijk dubbele aanval op de toren en op de dame. En het probleem voor zwart is dat hij eigenlijk niet kan slaan. Want dan wordt hij onmiddellijk mat gezet hier. In plaats daarvan ging zwart met de dame opzij. Maar ja, toen had Cato een toren gewonnen. En dat was voor haar geen probleem om de partij te winnen. In deze categorie werd het Stedelijk Gymnasium Leiden eerste, ondanks een nipte nederlaag, 4,5-3,5 nederlaag, tegen college Haagveld uit Heemstede. En uit deze match wil ik één partij bekijken die heel belangrijk was voor Haagveld, want die werden uiteindelijk tweede net voor het Leidse Rijn College. En dat is een partij tussen Quinten Samons hier met zwart en Ivo Andringa van het Haagveld met wit. Zwart is hier aan zet en hij ziet combinatie en wint hiermee één pionnetje. Op zich goed gezien, maar wat wel een beetje het punt is dat wit nu twee lopers heeft gekregen. Dus hij heeft zeker wel compensatie voor de pion, want de stelling is behoorlijk open. En zwart probeert zijn koning in de veiligheid te brengen, maar pas op natuurlijk. Op deze diagonaal. Wit dreigt nu natuurlijk loper f4, maar dat haalt zwart eruit. Wit bezet de lange diagonaal. En dreigt weer opnieuw loper e5 met een penning. Nou, dat haalt zwart nu uit de stelling. Het probleem is wel een beetje dat deze loper nu behoorlijk ingesloten is door de eigen pionnen en andere stukken. Maar op zich moet dat nog wel te doen zijn, waar het niet dat nu zwart toch wel een fout maakt. Hij probeert hier een actieve zet te doen, maar dat paard zit ongedekt. Er is hier een matveld. Zodoende speelt wit dame e4, een dubbele aanval. Daar heeft zwart nog wel een verdediging tegen en die vindt hij ook. Dame a6. Het punt is dat als je nu slaat op e7, dan heeft wit een aftrekaanval, dubbelschaak, paard d2... de dame valt natuurlijk ook de koning aan. Ja, en dat verovert de loper weer terug. Want als je nu koning g2 doet, dan volgt zelfs dame f1 mat. Dus dat is zeker niet aan te raden. Maar dat is allemaal niet gedwongen, want wit zet gewoon even de loper ertussen. Pent nu het paard. De loper staat ook nog aangevallen. Ja, en wit won nu het stuk en uiteindelijk de partij. Een stuk weggaf, omdat hij een beetje te agressief was. En hij speelde e4, toen sloeg ik hier. En toen speelde hij door en dat was een beetje te agressief. Want na wat zetten verliest hij een stuk. En hier deed ik dit en hier had hij waarschijnlijk een mouse slip. Toen had hij zijn dame weg. En daarna was het al vrij snel afgelopen. In de categorie voor de eerste twee leerjaren waren er twee spelers die al hun partijen wisten te winnen. Dat waren sowieso de enige spelers in het hele toernooi die hun partijen allemaal wisten te winnen. Van beide spelers heb ik een moment uitgekozen. Het eerste moment is van de bord 1 speler van het Christelijk Gymnasium, ook de uiteindelijk kampioen van dit toernooi. Koning Kobe Smeets, en die speelt hier tegen Hidde van Nijmegen. Het is een interessante stelling. Zwart staat al een tikkeltje beter dankzij deze zwakke pion op e3 en de druk die zwart daarop heeft. Wit moet even met zijn dame opzij. Zwart dekt zijn pion. Nou, tot nu toe gaat het een beetje rustig nog. Maar zwart zet langzaamaan zijn stukken beter neer. En h4, ja, dat is een zet die ik zelf liever niet zou doen, zeker met een witveldige loper
van zwart, want de witte velden worden wat opengezet. Ik denk dat het beter was geweest om met de toren binnen te komen om toch te proberen wat tegenspel op die pion op f7 te zetten. En Kober maakt er mooi gebruik van, want hij gaat toch met zijn dame proberen deze pion nog een keer aan te vallen. En haar koning h2, wat ook niet handig is, heeft zwart gewoon een dubbele aanval. En daar is op dit moment niks tegen te doen. Dus ja, wit die offert dan maar die toren. Zwart dringt binnen en Kober maakt het dan ook nog mooi af. Hij haalt gewoon nog even een toren erbij. Dringt binnen in de stelling. En sluit nu af met een offer. En dat zal hij vast van tevoren gezien hebben. En hier geeft wit op. Want als je toren ertussen zet, dan wordt hij er vanaf geslagen met mat. En als je koning naar g3 toe gaat, is het ook hier mat. Dus netjes gecombineerd van koning Kobe. De tweede speler die alles won was James Lawton van Leiden 2. Dat team werd derde in deze categorie. Hij heeft hier al wat ruimte op de damevleugel veroverd. En ziet hier mooi de volgende kleine combinatie, zou je kunnen zeggen. Een schijnoffer, paardmaal d4, want na slaan heeft hij hier dan weer een vorkje. Ja, en hiermee bereikt hij dat zijn pionnen naar voren komen. En hij heeft nu een heel mooi aanvalsdoel op c2 en kan nu binnen gaan dringen op de derde rij ook, wat ook gebeurt. Zwart zet nog even geduldig zijn torens klaar. Haalt de dame erbij. Ja, hij ziet toch dat die witte koning hier verzwakt is. Hè? De witte stukken staan allemaal aan de andere kant van het bord. Ruilt nu even nog torens, maar komt met de andere toren binnen. En ook hier een kleine combinatie, goed gezien van zwart, doorslaat h3. Het idee is dat ja, als je het niet slaat, dan komt zwart gewoon binnen. Dus je moet wel slaan. En nu is er hier een dubbele aanval, wat ook gebeurt, want de toren staat ongedekt. En nu wordt ook nog de pion op a4 eraf geslagen. Misschien was die nog te verdedigen geweest. En dat was voor zwart geen probleem meer, want de b-pion promoveert. En hier gaf wit het op. Die pion is niet meer tegen te houden. In de categorie voortgezet onderwijs voor alle leerjaren, maar met maximaal één clubschaker, kwam het op de bordpunten aan. We kijken naar een partij uit de eigenlijk belangrijkste wedstrijd die in 4-4 eindigde tussen Jacobus Fruitier uit Apeldoorn, uiteindelijk de winnaar van deze categorie, en de passie 1 uit Wierden. Met wit speelt Ferdinand de Jong en die werd topscorer op bord 3. En hij speelt hier tegen Jochem Blok. Ja, als je zo kijkt dan lijkt er nog niet zo heel veel aan de hand misschien, maar wit heeft toch een behoorlijke voorsprong in ontwikkeling inmiddels. Nu is zwart aan zet en zwart dacht, hier kan ik een pion winnen en dat is op zich wel waar. Waren het niet dat er nu toch wel problemen zijn en dat heeft ook wel te maken met die zet g5 wat wel behoorlijk verzwakkend is, zeker als je niet een loper op g7 hebt. Wit had hier loper e5 kunnen doen. Dat is misschien iets sterker dan wat hij speelt. Maar wat hij speelt is op zich ook wel heel interessant. En dat blijkt ook tot de winst te leiden. Loper c7. Het probleem is dat die dame eigenlijk dat paard wil blijven dekken. Maar na dame d7 komt natuurlijk hier een paardvorkje. Dus slaat hij toch maar de loper er vanaf. En na dame al d4 is er weer een vervelende dreiging. Namelijk de toren die aangevallen staat. Nou, die gaat opzij. Maar dan krijg je hier weer een paardvork. En wit won de toren. En dat was hierna eigenlijk geen probleem meer om te winnen. Het tweede fragment komt uit de partij tussen de twee topscorers in deze categorie. Tenminste op bord 1. Matthias Kruimer en Christian Blom. Die laatste zal hierna nog eventjes persoonlijk iets zeggen. Matthias Kruimer is van De Passie, de school die tweede werd. En Christian Blom speelt voor het
Johan de Wit Gymnasium en zij werden derde. Ik vond dit een bijzonder interessante partij, omdat beide spelers de hele tijd op activiteit spelen. Dus laten we hier even naar gaan kijken. Op dit moment denk ik dat wit toch wel beter staat, dankzij de zwakke pionnen van zwart. Maar zwart ruilt even hier de paarden en met dame d5 hoopt hij natuurlijk dat wit nu op d5 gaat slaan, zodat je daarna naar het centrum terug kan slaan. Dan wordt je pionnenstructuur wel beter, maar dat doet wit niet. Wit zet druk op e6. En in plaats van dat zwart die nu met een passieve zet als toren f6 dekt, gaat zwart gewoon op de activiteit. Hij offert deze pion en dreigt nu dameruil, want die toren staat gepend, en daarna hier mat te zetten op f1. En dat komt toch ook wel een beetje omdat die toren en loper van wit helemaal niets doen. Vandaar loper d2. Een prima zet natuurlijk, dekt het veld f1, dus de dreiging is eruit. En zwart brengt onmiddellijk weer een nieuwe dreiging in de stelling. Loper f2, dubbele aanval. Nou, daar kan natuurlijk pionnetje ertussen en de loper gaat naar g5 toe. Ja, die toren die moet natuurlijk de dame blijven dekken, maar als de toren weggaat dreig je ook je loper op d2 kwijt te raken. Vandaar dat wit nu eigenlijk toch wel gedwongen is om dames te ruilen. En nu kan zwart met schaak de toren er vanaf slaan. Zodoende heeft zwart toch wel een kwaliteit gewonnen. Maar ik denk toch dat de stelling redelijk in balans is, omdat wit nu toch wel hier 4 pionnen heeft tegen 2 op één vleugel. Nou, de toren gaat even naar de open lijn. Die stond natuurlijk aangevallen. En wit gaat natuurlijk met die pionnen rennen. Die moeten naar de overkant. En zwart ringt weer binnen op de tweede rij. Ook heel sterk gespeeld. Voor zwart natuurlijk vervelend dat hij niet hier nog een toren op de tweede rij kan zetten vanwege de loper op c5. En wit probeert nog meer naar voren te gaan. En nu weer een sterke zet van zwart, denk ik. a5 die kan natuurlijk niet geslagen worden, want dan gaat de loper eraan. Zwart gaat met zijn toren achter de pion. Die pion op a4 is nu niet meer te verdedigen, maar wit heeft een trucje waardoor hij in elk geval één pion ervoor terugwint. Daardoor houdt hij nu nog steeds een 3 tegen 1 meerderheid. En ik denk dat wit hier een fout maakt en dat hij op dit moment, om gelijke kansen te houden, toch de koning er nu bij had moeten halen. Nu kan het. En zwart zet onmiddellijk weer druk op de pion op c3. En die is niet goed te dekken, want ja, als je met die pion naar voren gaat, valt je loper natuurlijk. En als je met de c-pion naar voren toe gaat, valt de d-pion. Nou, dat doet wit dan toch. Maar ja, nu heeft zwart toch ook hier een vrij pion gekregen. En zwart haalt zijn koning er nu bij. Wat natuurlijk heel verstandig is. De witte pion bereikt wel de zevende rij. Maar ja, verder komt hij voorlopig niet. En zwart plukt nog een pion op de H-lijn. En ik denk dat nu het, ja, eigenlijk het laatste belangrijk moment voor wit gekomen is. Want de torens ruilen lijkt me niet verstandig. Ik denk dat het beter was geweest om te proberen de toren op c1 achter de pion te zetten, om nog wat kansen te houden. Maar hoe dan ook, torens worden geruild. De zwarte koning is natuurlijk op tijd bij die twee vrijpionnen gekomen. En nu is het probleem voor wit toch wel dat die koning is afgesneden en ja, zwart toch ook hier gewoon een vrijpion heeft. Ja, die wordt er ook gewoon netjes bijgehaald door zwart. En een laatste truc van wit is nu loper d6 in de hoop misschien dat die geslagen wordt. Maar goed, dan promoveer je. Maar na toren e6 is het toch gewoon afgelopen. Een nette overwinning van Christian. Hoi, ik ben Christian. Ik ben 12 jaar en ik zit in de vierde klas van het Jan Wit Gymnasium in Dordrecht. Ik speel blokfluit aan de Swinnik Academie van het Conservatorium van Amsterdam. En daarna schaak ik ook heel graag. Vandaag heb ik samen met mijn team de hele dag zitten schaken, want het is nu avond. En we zijn derde geworden in categorie 3 en ik ben daarvoor echt heel erg trots op mijn team. En voor mijzelf
was de laatste partij wel het allerspannendst. Want de vorige partij had ik tegen diegene verloren en ik wilde graag een revanche nemen. Dat is gelukt. En ik wil ook de organisatie heel erg bedanken voor hun inzet om dit toernooi toch nog mogelijk te maken. Doei!